Een deel van de gemeenschap heeft een valse veiligheid als het aankomt op het COVID-19-virus. Dit zegt Anshel Walelei Kumbangsila, coördinator tweede lijn zorg COVID-19. Met valse veiligheid bedoelt ze dat mensen in bepaalde vertrouwelijke groepen zich niet houden aan de COVID-19-maatregelen. Kumbangsila vraagt zich af wat de gemeenschap nog wil voordat men zich serieus gaat houden aan de maatregelen. En waar zit die valse veiligheid als we met onze mensen zitten, onze familie, broers, zusters, tantes, bezoek krijgen thuis. Mensen die ik al lang ken, daar zit die valse veiligheid. Want dan denken we van, ach, daar kan ik at ease zijn, ik hoef geen maatregelen te treffen. Ik zie jou toch elke dag. Ik werk toch elke dag met jou. Het is goed, man. Er is niks met je aan de hand. Je hoest niet. Maar ondertussen ben je wel asymptomatisch misschien. Het gaat om disciplinair zijn. Het gaat om consequent zijn. Want die ene keer dat je niet consequent bent, word je gepakt. Dus dat is wat we van die gemeenschap vragen. Er is zoveel voorlichting. Er wordt zoveel aan voorlichting gegeven dat ik mij niet kan voorstellen dat iemand zegt, ik snap niet wat ik zou moeten doen. Dus wees disciplinair. Volg de instructies op. Het BOG heeft aangegeven dat na het total lockdown weekend er een afname te merken is in het aantal positieve cases. Regis Ori, waarnemend directeur van het BOG, benadrukt echter dat de dalende cijfers niet betekenen dat de COVID-19-maatregelen versoepeld moeten worden. We adviseren wat we aan de cijfers hebben gezien. We zien dat het afneemt. Dus geeft wel aan dat er wel de maatregelen hebben gewerkt. En dat is wat wij gaan aangeven. Dat was Regis Ori, waarnemend directeur van het BOG, vandaag in het COVID-19-journaal. Het aantal positief geteste personen is afgenomen, echter is het aantal doden toegenomen. In totaal zijn nu 91 personen overleden als gevolg van het COVID-19-virus.